Welkom bij een nieuwe aflevering van Makeover. Bij Makeover komt er een trouwe volger van Contour naar onze studio en hebben we een gezellig onderrondje en deel ik al mijn beauty- en kapseltips. En vandaag zit hier Lindsay in onze studio. Vertel eens Lindsay, wie ben je? Wat doe je? Ik ben Lindsay, ik ben 22 jaar en in het dagelijks leven ben ik me eigenlijk vooral bezig met make-up en nagels. Oh, alles pro naast mij. Ik ga misschien nog dingen van u leren. Ja, ik ben ook make-up artist en ik heb mij gespecialiseerd in de wereld van special effects. Dus wonden, protheses, brandwonden, wow. Al die dingen. Omdat ik dat wel echt heel interessant vind. En daarnaast ben ik ook nog nagelstyliste. Ja, nu Lindsay is eigenlijk helemaal geen onbekende voor mij. We kennen elkaar al. Ja, want zij heeft mijn nagels gedaan voor mijn huwelijk. Ja. Nu, vandaag gaan we niet naar mijn nagels kijken, nee. Want ze zien er niet zo goed uit. Maar we gaan het vooral hebben over beauty natuurlijk en kapsel. Heb jij zo een statement look, zo'n look waar je eigenlijk, dat ze zeggen, ah, dat is ons Lindsay's, dat is echt een look voor jou? Goh, ik ga eigenlijk nooit de deur uit zonder mascara. Ik vind dat ik er echt heel moe uitzie zonder mascara. Dus vandaag is het al een vorken voor ja, ons? Ja, eigenlijk wel. In het dagelijks leven, ik doe een hele lichte foundation, zeker in de zomer als het zo warm weer is. Mijn wenkbrauwen een beetje, mascara. Ja, echt de basis. Maar mijn ogen, ja, daar doe ik eigenlijk niet echt iets speciaals nog mee. Nee, maar je hebt hele mooie ogen, dus dat gaan we sowieso wel accentueren. Ik zie hoe je hele mooie wenkbrauwen hebt, dus dat is ook wel mooi als je dat zo'n beetje in de picture zet. En de rest gaan we dan eerder neutraal houden, want als we die ogen dan zo wat laten opvallen, is dat eigenlijk niet nodig om de rest fel aan te brengen. Oké, super. Goed. Is er iets dat je echt totaal niet wilt, waar je echt zoiets hebt van, doe me dat alsjeblieft niet aan? Voor mij heb je eigenlijk carte blanche, maar wat ik echt bijna nooit doe, dat zijn felle lippen, rood, roos. Mijn lippen hou ik altijd meestal heel neutraal, dus dat liever niet. Ja, allee, wie weet ga ik je daar over zetten. En met je haar, hoe draag je je haar normaal? In de zomer meestal gewoon op een dot, doe ik er eigenlijk niet echt speciaal mee. Maar als ik wegga, meestal gewoon stijlen, niks speciaal. Ik steek er eigenlijk niet zoveel tijd in. Ja, en heb je van nature krullen of van nature zo hoe het nu... Niet zo stijl, maar wel redelijk stijl. Ja, eerder stijl. Ja. Oké, dan ga ik daar... Ik heb al iets in gedachten. Ik ga mijn materiaal erbij nemen en dan gaan we er eens in vliegen. Oké, ben benieuwd. We gaan beginnen met de make-up. En gebruik je altijd iets onder je make-up? Ik gebruik wel altijd een primer. Ik zou eigenlijk ook een dagcrème moeten dragen, maar... Vanaf je 25 en je was 22, dus stel, je hebt nog eventjes tijd. We gaan eigenlijk zo'n getinte dagcrème gebruiken. Dus je weet wel, zo'n BB-crème dat ze zeggen. En hier zit ook een zonnefactor in. Ah. Dus dat vind ik wel handig. Ook al bijvoorbeeld schijnt de zon niet echt, de schadelijke stralen zijn er altijd. Ik gebruik hier nu weer een penseel voor. Ik weet niet, hoe breng jij thuis jou? Ook meestal met een penseel, ja. Ja, ah, dat is heel goed. Ja. Ja, dan kan je eigenlijk toch het fijnst mee werken, meer details, meer in alle hoekjes. Nu, er bestaan ook natuurlijk zo van die beauty sponges, hè, om je make-up op aan te brengen. Nu, daar ben ik zelf niet zo heel fan van, omdat het eigenlijk al de make-up gaat opslorpen. Ik vind het wel nog mooi, een heel mooi resultaat, maar ik denk dat je ook heel veel meer verspilt. Mm-hmm. Je moet het nadien ook heel goed proper maken, of je krijgt natuurlijk sneller last van puistjes. Ik geef toe, als ik snel moet zijn, kan ik het soms ook wel met mijn handen doen. Dat is toch lichaamstemperatuur. Dus dan kun je heel mooi egaal gaan werken. Natuurlijk moet ik ze eerst altijd goed wassen. Maar mijn favoriet is toch nog steeds een penseel. Dan gaan we verder met de concealer. Hè. We gaan de walletjes eens onder handen nemen. Daar ben ik heel fan van. Ook, we hebben niet altijd 8 uur slaap per nacht. Niet jammer genoeg. Thank God for concealer. Ja, dat doet echt wel heel veel, hè, als je dat aanbrengt. Dus dat ligt een beetje op onder de ogen. Dus ik zeg altijd, ja, walletjes, dat komt echt wel tot op de lijn. Mm-hmm. Dus goed je concealer goed laag aanbrengen, dat het echt die wallen wegwerkt. Hè. Ik ga eerst al een klein beetje afpoederen. Ik pak een beetje poeder. En wat doen heel veel vrouwen dan? Die gaan dan beginnen blazen. In hun borstel. Maar dan ga je eigenlijk speeksel vermengen met je poeder. En dan gaat je, zonder dat je het beseft, lelijke lijnen krijgen op je gezicht. Dus wat doen we dan best, denk je? Aftikken. Ja. Dus een keer aftikken, klopje geven. Mooi afgepoederd. En nu mag je wel wat kleur gebruiken. Hè? Wil je graag dat ik je gezicht contour, een beetje shape?
Dat mag wel, ja. Ja? Ik vind dat ik wel een heel rond gezicht heb van mezelf. Dus. Ja, maar ik heb dat ook, hè. Dat mag wel. Dus ik doe altijd, ik ga dat ook altijd contouren, want dan lijkt het dat mijn gezicht smaller is. Ja. Beetje Photoshop bij jezelf, altijd handig. Inderdaad. Dus, eigenlijk mag jij zo eens een duckface doen. Zo'n kusfeestje, ja. En dan ga ik dat eigenlijk goed blenden dan tot onder het jukbeen. En dan ga ik altijd naar boven, langs de wenkbrauw en naar beneden langs de kaaklijn. Dus eigenlijk als ik contour, maak ik een 3 mm-hmm. en een omgekeerde 3. Zo. En dan natuurlijk eerst mijn favoriete product. Dat is eigenlijk een highlight. Dat is nu zoiets waar ik eigenlijk moeilijk de deur uit kan zonder. Ik weet niet waarom. Dat geeft zo direct dat fris gloedje. Ik ga met een highlight poeder werken. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk makkelijk blendt ook met de bronzer. Dus nu breng ik het gewoon aan op je jukbeen en een half maandje naar omhoog. Dus ik doe terug de half maandje, niet de hele 3, maar gewoon een half maandje op je jukbeen en naar boven. Dus dat geeft zo een gezond gloedje. Als je moe bent of je hebt ergens een puistje, dan ga je eigenlijk de accent verleggen door licht toe te voegen aan je gelaat. Dus ik ga ook hier een stipje tussen je twee ogen, om de ogen eigenlijk te accentueren. Nu, je moet zien dat je nooit tot het puntje van je neus gaat, want dan gaat dat Pinocchio neus maken. Ja. Dat is niet de bedoeling. Het cupidoboogje, dus net het kuiltje boven de lippen, voor eigenlijk mooie, dikke, volle lippen te creëren. Maar op zich heb je al hele mooie, volle, dikke lippen. Maar dat gaat dat dan nog eens mooi accentueren. Hè? Maar mensen die wat dunne lipjes hebben en die willen ze wat laten poppen, is dat wel echt een leuke tip. Mooi, mooi. Dan gaan we toch nog een beetje blush toevoegen. Want als je zo alleen bronzer doet, vind ik, het mag wel ook nog wat iets van kleur bij dat bruin van de bronzer. En dan breng ik dan daar zo wat onder de highlight, vermengd met de bronzer onder het jukbeen. Zo. Dat was gewoon een beetje een rozige tint. En dan gaan we starten met de ogen. Hè. Je gebruikt eigenlijk nooit oogschaduw, zei je al. Hè? Enkel als ik wegga, maar in het dagelijks leven bijna nooit. Nee. Ja, ik doe eigenlijk altijd heel snel eventjes twee kleuren. Een lichte kleur en een iets donkerdere mm-hmm. kleur. Dus ik ga niet te donker, dus iets bijna wit. En dan iets rosé. En de lichtste kleur plaats ik dan in mijn ooghoek. En dat wrijf ik dan open over dus eigenlijk het bewegende ooglid. Dus altijd mooi als je dat oplicht, want dan ga je er veel frisser en een wakkere blik creëren. Hè? Mm-hmm. Dat doet mij beseffen dat ik nog iets met jouw wenkbrauwtjes moet doen. Hè? Want nu accentueer ik het beentje van je wenkbrauw. Je hebt wel heel mooie wenkbrauw. Doe je daar iets mee? Ik heb die onlangs wel een beetje laten tatoeëren. Echt? Nog maar één keer. Ja, ik moet wel nog eens teruggaan. Amai, dat ziet je wel niet, hè? Ja, nee, het is echt super natuurlijk. Wauw. Ja, misschien moet ik dat ook wel eens doen. En hoe heet die techniek dan? Is dat iets nieuw? Of? Ja, dat is nog maar onlangs uitgekomen. Powder brows noemt dat eigenlijk. Powder brows. Dat is meer het wow. effect van make-up dat ze willen creëren. Ja, amai niet. Ja. Natuurlijk nog wel je lippen doen, hè? Maar je zei, ik doe bijna geen roos. Of was dat nu fel, of wat bedoel je ja, met dat? Ja, felroos. Ik doe wel meestal zo gewoon van die nude tinten. Het is heel licht, natuurlijk, maar ik vind dat mag wel als je ogen al zo mm-hmm. spreken. Hè? En eigenlijk moet je, als je lipstift aanbrengt, de natuurlijke liplijn volgen. En daar is zo'n trucje voor, ik weet niet of je dat kent. Maar dat is eigenlijk lachen met je mond dicht. En dan zit je heel goede natuurlijke liplijn. Dus daar moet je eigenlijk op werken. Maar je hebt van nature al precies dat daar een lijn staat. Hè? Amai, dat is hier gemakkelijk vandaag. Zo. En dan mag je een klein beetje je mond open doen. En dan natuurlijk de hoekjes mogen we niet vergeten. Voilà, Lindsay. Nu gaan we iets aan jouw mooie manen doen. Hè? We gaan daar iets mee doen. Dus jij draagt het normaal gewoon zo los, ja. gestyled. Maar we gaan daar eens krullen in zetten. Wat denk je daarvan? Goeie idee. Ja? Ik ben benieuwd. Ja, ik doe eigenlijk niet zoveel krullen. Als je echt meer volume wilt, pak ik soms zo'n lokje. En dan duw ik gewoon met mijn vingers eigenlijk omhoog. Ja. Kun je zo wat extra volume maken. Maar je hebt het pas gewassen, denk ik. Hè? Ja, is zo. Meestal als ik iets met het haar doe, vraag ik om het inderdaad een dag op voorhand te wassen. Dus dat is heel goed al. Maar liefst ook geen conditioner. Want ik merk wel dat het heel glad is. Mm-hmm.
En dat het er misschien zelfs snel gaat uitzakken. Maar ik ga eerst een kapseltje ermee maken. Mm-hmm. Dus ik vind jouw lengte heel mooi, zeker met die krullen. Dus we gaan een half opgestoken kapsel maken, dat je echt in 2 minuutjes kan doen. Dus wat je ook zelf thuis kan doen, maar dat is ook net leuk dat je nu ook natuurlijk iets leert, dat je thuis kan overnemen. Hè? Dus ik neem een plukje haar links, een plukje haar rechts, en dan begin ik dat eigenlijk gewoon te knopen, zodat je beter zou doen. Zo, Lindsay, dan gaan we het jou eens laten zien. Oké, ik ben benieuwd. Ja, ik hoop dat je het mooi vindt. Dus het is een beetje 60, 70 staan met volume, half opgestoken. Dus je kan het zowel volledig opsteken of maar 1 detail. Dus we hebben 1 bloemendetailtje. Ik ga hier al eens de voorkant laten zien. Oh ja. Kijk, tof. Is dit mooi? Ja, ik vind het heel leuk. Maar ik ga je ook even de achterkant laten zien. Ah ja. Mooi, hè? Ja. Dat is eigenlijk gewoon een knoopdetail. Dus eigenlijk 2 lokjes met elkaar opknopen. Mm-hmm. En dan krijg je zo'n leuk detailtje, precies een bloemenknoopje. En je kan dus 1 knoopje doen, 2 onder elkaar of eventueel zelfs je volledige haar voor een feest of zo. Ja. Altijd wel leuk. Ja, heel leuk. Allee? Ik ben er heel blij mee. Dan ben ik ook heel blij. En wie weet ga je het nu ook vaker in een middenschaduw dragen. Ik ga dat toch proberen. En oogschaduw? Ja, misschien. Dat doet ook veel, hè? Dat geeft toch zo direct die frisse blik. Ja, het zijn blik. Heel frisse kleuren, ja. Voilà, nu ben je klaar voor je date misschien vanavond. Kunt je op daten, voilà. Zo, wij hopen natuurlijk dat jij het ook een leuke video vond. Laat het dan zeker weten in de comments en geef me een thumbs up. Wil jij eens hier naast mij in de stoel komen zitten? Laat dat natuurlijk ook weten in de comments. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Tot ziens.